Helikopter-tiktokker Ruud wil weten of het klopt dat als je 500.000 euro op een bank in de Emiraten stort, dat je dan een visum krijgt, een golden visum. Het antwoord is, beste Ruud, nee, dat klopt niet. Je zult die 500.000 euro echt moeten investeren. Dat is het korte antwoord. Het vervolg is een iets langer antwoord. Dat investeren, dat hoeft niet per se onroerend goed te zijn. Je mag ook investeren in een bedrijf. En als je dan met dat bankbewijs naar de federal authorities gaat, dan krijg je ook een golden visum. Maar het is niet zo dat je per definitie een golden visum krijgt. Heb je een flink strafblad, bijvoorbeeld, dan krijg je het niet. Dit is ook de reden dat voordat je je entry permit krijgt, en die gaat vooraf aan je golden visum, er een flinke controle wordt gedaan. En dit is ook de reden dat je bijvoorbeeld de namen van je ouders moet opgeven bij dat proces.